Hey mensen, top dat jullie bekijken. Vandaag gaan we weer verder aan ons rolkaartproject. En wij hopen vandaag een eerste testrit te kunnen doen. Dus dat wordt spannend, want ik ben heel erg benieuwd of het allemaal werkt. Het is best een complex ding, dus er kan een hele hoop misgaan. Maar één manier om daar achter te komen. Bouwen en testen. Ja. Zo. Hij zit erop, maar hij past een beetje te strak. Hier. Ja, dat is niet goed. Ik denk dat we die zijwangen nog een beetje uit elkaar moeten drukken. We zullen eens even wat meer ruimte maken. Dat is een stuk beter, denk ik. Grote moment. Dan wordt het spannend, hè? Kijken of die hoepels doorzakken. Want ja, hij staat nu dus nog... op een paar blokken en een krik. En hoe gaat hij staan? Ik denk dat hij nou best wel neuslastig is. Volgens mij gaat hij nou echt met zijn neus helemaal naar beneden hangen dadelijk. Maar ja, als wij er dan weer in gaan zitten, dan compenseert het wel weer wat. Het zwaarste punt ligt natuurlijk vooraan nu. Ja, in het slechtste geval moeten we nog contragewicht gaan toevoegen aan de achterkant natuurlijk. Of wat meer eten. Ja, precies. En we willen natuurlijk dadelijk wel, als wij erin zitten, dat hij eigenlijk nagenoeg vlak staat. Dat is wel de bedoeling. Moment van de waarheid. Zakt hij door of zakt hij niet door? Ik zou zeggen, laat hem maar zakken. Oké. Dan gaat dat flink naar voren. Ja, ja, dat was te denken. Oh ja, daar ligt nog gereedschap in. Oeps. En de sluitringetjes. Dat wordt opruimen. Misschien laten we hem eerst maar even leeg ruimen. Dat lijkt me een goed idee. Oh jee hoor, dit ding dat wordt zenuwachtig om mee te rijden. Hij piepelt wel hoor. Ja, inderdaad. Ja, hij is eigenlijk redelijk goed in balans. Hij hangt met zijn neus wel een beetje omlaag, maar dat is eigenlijk misschien ook wel goed, want als we optrekken dan gaat zijn neus toch wel weer omhoog. Ik ben alleen wel benieuwd waar het zwaartepunt nou zit, want volgens mij zit het redelijk in het midden van de hoepel. Dus ja, dat betekent dat als we dan dadelijk wegrijden, dat hij in één keer achterover over kop tuilt. Even touwens voor. Ja, dat is hetzelfde. Ja, toch? We zijn nu bezig om de radiateur op zijn plek te zetten. En op zijn plek, dat wil zeggen, die komt eronder. Want hiervoor is geen ruimte meer. Want die zat natuurlijk in de voorkant van de auto. Dan zit hij in de rijwind. Maar ja,
Hij is een stuk hoger komen te staan door die hoepels. Dus nu hebben we onderin meer ruimte. Dus hadden we bedacht om daar de radiateur maar te zetten. Ja. Hoppatee. Moet er ook rekening mee houden natuurlijk, want als hij dadelijk rolt, dan komt hij nog redelijk dicht bij de grond, hè. Dat is niet op de grond, dus. Ja. Tjoep. Zo. Kijk dan of schitterende waterkanaal past. Zo, dat past in ieder geval vast. Kijk, zo. Ja. En de steunwielen stellen. Oh ja. Ja, heel belangrijk inderdaad. De steunwielen erin zetten. Dat moeten we nou niet vergeten natuurlijk. We hebben al prachtig overal van die bevestigingspunten gemaakt. Dat is daar en hier bijvoorbeeld. Dus dat is nou een kwestie van erop schroeven. Een beetje uitvullen dat ze... eigenlijk net de hoepel niet raken, dus ja, want we willen natuurlijk niet dat de banden, deze banden van de auto, dat die vrijkomen van de hoepel, want ja, dan rijdt hij natuurlijk niet, want dan gaan ze slippen in die hoepel. Dat zal toch al wel een beetje een dingetje zijn misschien, ben benieuwd. Maar goed, we kunnen hem wel opspannen natuurlijk, hè. We kunnen dit wiel kunnen we naar buiten draaien, dus dan krijgt hij wel meer druk op die andere wielen ook. En dan voorkomen we wel dat hij gaat slippen. Dan kunnen we dadelijk eens even kijken wat er gebeurt als we hem starten. Moet er natuurlijk nog banden omheen, maar ja, in principe doet hij het nou ook al. Toch of niet, Erik? Ja. Nou, dan kijk, proberen. Ja, dan kunnen we starten en kijken of hij in zijn hoepel wil rijden. Olie hebben we bijgevuld, water zit erin, benzine zit erin, accu staat erin. Kijk wat er gebeurt. Zeg, gaan we het doen? Doe het!
ook, al die wielen en zo ook. Het wringt eigenlijk helemaal niet. Het sturen werkt echt super goed. Ja, alleen één kant iets harder dan de ander, niet? Ja, maar ik denk ook dat hij gewoon een beetje moet inlopen. We moeten eens controleren dat die spanning daar goed is. Ik denk dat het wiel iets slapper gesteld mag worden aan die kant. De eerste testrit is een feit en ik moet zeggen, ik ben wel echt heel tevreden. Het is echt goed gelukt. Hij werkt eigenlijk in één keer gewoon goed. We moeten nog een paar kleine dingetjes doen. We moeten nog rubberen loopvlakken op die stalen hoepels monteren. Want ja, dit is natuurlijk, dat werkt niet best. Je gaat dan slippen, gaat slijten, die hoepels kapot, dat willen we niet hebben. Gordels is misschien ook nog wel handig om toch maar even te monteren. Het is wel fijn als je op zijn kop hangt, dat je dan ook in het voertuig blijft zitten. Maar verder, ik denk dat wij volgende week dit ding wel eens even serieus aan de tand kunnen gaan voelen. Dus ik zou zeggen, zeker weer kijken. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende. Kijk joh. Je zou daar maar in zitten. Dan moet je zorgen dat je niet iets verkeers gegeten hebt de dag van tevoren, want dan wordt het afzien. Misschien moeten de voorruit er maar even uit halen. Als je dan moet kotsen onder het rijden, dan valt het tenminste naar buiten.